Hallo, dag reviewvrienden. Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie de kerst overleefd? Nou, ik wel. Ik zal je vertellen. Niet één keer dronken geworden. Geen familieruzies. Maar gisteren ging het bij kolonisten van Catan bijna fout tussen mij en mijn dochter. Maar ook niet uit de hand gelopen. Het was eigenlijk vredig, zoals kerst dient te zijn. Ja, er is gewoon heel veel gevreten natuurlijk, ja. Maar goed, ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gehad. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Voor mij mag het weer zomer worden. Maar goed. Koekjes. Ik ben inderdaad die man die altijd loopt zeiken over zoetigheid, dat ik daar niet van hou. Dat ik er misselijk van word. Dat het onnodig en vervelend is. Maar koekjes, daar heb ik een andere relatie mee. Want het kan zomaar zijn dat een kopje thee, ja dat drink ik ook mensen, met een koekje toch wel iets bij je hartje raakt waarvan je denkt, ik zit eigenlijk wel lekker. Ik geef gewoon een voorbeeld. Wij hebben gisteren met het gezin een kerstwandeling gemaakt. Ja, dat was triest. Maar het was eigenlijk meer zo van, dan zijn we even een keer naar buiten, dan zitten we een keer niet te vreten en dan blijven die codes een keer van hun telefoon af. Dus we zijn hier door de duinen gewandeld, verschrikkelijk koud. En inderdaad, na 2 kilometer door het bos slenteren, denk je, waar gaat dit nou over? En druk, jongen, allemaal mensen met hetzelfde slecht idee. Maar goed, dan kom je thuis, neem je een kopje thee met een koekje. Ah, geluksmomentje, jongens. Ja, is dat zo? Maar goed, mijn allerlievelingskoek is trouwens de roze koek. Weet u dat ook? Goed, wat hebben we hier? Hippe koekjes, denk ik, want ik zie mannen met moeilijke petten en baardjes. Dus dat is dan weer hip. Dit zijn de echte koeken met kansen van de koekenbakkers. Zonder troep staat erop. Moeilijke koekjes dus. Hier staat ook een man met een hele blije man met een pet en een bril. En hier staat een beetje verlegen jongen met een moeilijke pet. Maar wat is dit dan? Een koek met een kans? Even kijken hoor. In werkelijkheid draait het om onze koekenbakkers. Dat zijn dus die types die dat maken met die pet. Mensen die al een tijdje buiten het spel staan in het leven, maar besloten hebben om het roer om te gooien. Naast een betaalbare baan in de bakkerij, helpen we ze ontdekken wat er nodig is om een succesvolle stap te zetten op de arbeidsmarkt. Oh, dus deze koekjes worden gemaakt door mensen die een beetje van het padje af zijn geraakt. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk. Een kansrijk verhaal met de koekenbakkers. Kijk, ja, nu zie ik het ook. Hè. Als je ze allemaal in hun ogen kijkt, dan zijn ook niet echt de types waar je een oorlog mee wint. Hier, deze ook. Die is aan het lachen, maar van binnen huilt hij waarschijnlijk. Ja, dat is inderdaad andere koek zoals er staat. Hoe bedoelden ze dan een zonder troep? Oh, kijk, er staat hier nog een heel verhaal over die mensen ook, joh. Hier, deze gozer, dat is Mouin, mocht in Libanon zijn leven niet delen met zijn vriend. En voelde zich vaak onbegrepen. Ah, dit is een homo koekenbakker. Nou, dan vraag ik me af wat het met deze jongen is. Dit is Pablo. Was het liefste jongetje uit de klas. Maar vanaf zijn puberteit was dat 180 graden anders. Dan had de wereld met zijn... hier staat dus helemaal niet op wat hij heeft. Maar hij schijnt Colombiaans in arm te zijn. Die zal wel aan de kook zijn verslingerd geweest. En deze gevoelige jongen met het brilletje, Gerrit, werd op latere leeftijd getroffen door de ziekte Cushing. En vooral alles wat hij dierbaar was. Zijn gezin, zijn werk en plezier in het leven. Cushing? Even wachten, maar waarom verlies je je gezin als je ziek wordt? Snap ik niet. Maar goed. Inderdaad, wat een moeilijke koekje zeg. God, zou me kraken. Maar waarom zit er geen troep in? Even kijken, koek zonder troep. Ja, omdat er gewoon alleen maar prima product in zit en geen chemische troep. Dat klopt. Nee, er zit allemaal prima product in. Ja, moet ik zeggen, ja, natuurlijk zit er suiker in. Tarwe, roomboter, speld, meel, honing. Gewoon natuurproducten, allemaal wat. Nou, dan weten we ook weer een koek met een verhaal, zeg, van de koekenbakkers. Zonder troep en, wat hebben we allemaal niet? Verdrietige kooksnuivende homo's en een man die zich zin verloren is door een ziekte die ik niet ken. Heftig. Bijna tranen in mijn ogen, maar de kerst is geweest, dus mijn emotie is vertrokken. Ze zoeken het allemaal maar uit. We gaan namelijk kijken of ze gewoon lekkere koekjes maken. Wat hebben we hier? Wat maakt die... mijn jongen, die blije jongen uit Libanon. Kokos
pecan en pure chocoladekoekjes. Nou, pecan is een lekker nootje. Kokos is in koek te doen. En pure chocola is lekker, want melkchocola is vies. Dat is een goed koekie. Dit is haverspeld honingkoekie. Dat is gewoon een haverkoekie. Ook lekkere koekies. Dit koekie wordt een lastig koekie, want hier zit melkchocola mee in. En dan is het bij mij al snel verdrietig. Speld amandel melkchocola. Ja, ik ga ze gewoon proberen, jongens. Van die rare koekenbakkers. We beginnen bij het gewoonste koekie, het muesli koekie. Is dat een muesli koekie? Haverspeld honingkoekie. Dat is een soort muesli koekie, daar nodig op. En deze zijn gemaakt door die vrolijke kooksnijper uit Colombia. Ik hoop dat die daar niet, dat er niet in het koekie. Nou, dat heeft je lekker gedaan, die Pablo. Dat is de beste koekie, hoor. Je proeft gewoon dat het een puur koekie is van die koekenbakker. Er zit honing in. Havermout. Het is een prima koekie. Het is echt lekker koekie. Amandelen zitten erin, hazelnoten, cashewnoten, appel, rietzuur. Jezus, zit er veel in. Maar hele koekie. Nou, Pablo heeft mijn dag al gemaakt. Wat heeft deze koekenbakker, wat is dit? Oh ja, dat was die Mouin. Die mocht niet samen met zijn vriendje in Libanon wonen. Volgens mij is Libanon toch niet zo heel erg. Wat hebben we hier? Weer een koekie met pure chocola, koken en pecannootjes. Nou, dit is een hard koekie. Dat is een zacht koekie. Hard koekie. Pure chocola. En nog iets wat ik gegeten ben. Kokos. Perfect koekie. Het is echt lekker. Heel moeilijk, hè? Een gezeur en een verhaal erachter. Maar als je even door over dat gevoelige sodomiet erheen kijkt, maakt er gewoon hartstikke lekkere koekjes. Lekker koekie. Het probleem is wel dat ik nu al twee koekjes op heb en dat ik nou eigenlijk nu al misselijk word. Derde koekie. Van die man met die ziekte, waar het hele gezin bij is gegaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp die mensen ook wel. Dat ze op een gegeven moment zeiden, ja, als je maar zo blijft glimlachen, dan maken we de pleitering. Ja, dit is dan een chocoladekoekie, dan ben ik al bijna klaar, maar ja, laat het toch maar even proeven. Maar dan, kijk, zo is het gevuld. Is lekker hoor, van binnen. Het is een beetje speculaasachtig van binnen. Die chocolade. Ook een lekker koekie. Dit hoef je niet moeilijk te bestellen op een of andere website of zo. Hè? Van Help Me Noen en Gerrit en zo. Die kun je gewoon in de supermarkt halen. Heerlijke koekies. Tijd voor de cijfertjes. Ja, die cijfertjes die worden gewoon hartstikke goed. Want die koekenbakkers die kunnen er gewoon van. En dat hele verhaal, ja, daar ben je gevoelig voor of niet. Mij zit geen ene sodemieter. Mij gaat het om, is het koekie lekker? Nou, dit koekie is met chocola. Geen troep staat erop. Dat klopt. Geen van de alle drie is troep. Alle drie zijn zo lekker. Deze, er zitten speculaaskruiden en chocola, maar ik ben niet van de chocola. Geef ik je er toe. Is het een goed koekie? Ja. 7. Alleen al een 7 voor deze. Met die glimlach en het chocola. Moet je nagaan, hè? Moet je nagaan wat hier gebeurt. Dit is niet te geloven. Die Pablo, ik weet niet wat hij er precies in heeft gestopt in een koekie. Maar het koekie is heerlijk. Dit koekie die krijgen we over mij een 8. Dat is, het is een zacht koekie, een haverkoekie. Havermoutkoekie noemen we dat eigenlijk. Hè? Maar het is echt een lekker koekie. Die krijgen we over mij een 8. En de koekie van die gevoelige jongen uit Libanon is helemaal te gek. Kokos, pecan en pure chocola. Denk ik misschien wel een van de lekkerste koekies die ik het afgelopen jaar heb gegeten. Die krijgt van mij gewoon een 9. Ja, jongens, goed is goed, slecht is slecht. Koekenbakkers zijn toppie, zonder troep, is gewoon aan te raden. Ja, en ik heb geen aandelen en ik heb die mensen nog nooit ontmoet. Want ik ben onafhankelijk, nou één keer niet, maar toen ging het ook helemaal mis. Maar, dus ja... Lekkere koekjes. Ik ben klaar. Bedankt. Dag.